Zo'n 30 postbodes en voorbereiders legden op donderdagochtend hun werkzaamheden neer bij het voorbereidingscentrum van PostNL in Arnhem. Ze staakten voor een fatsoenlijke reiskostenvergoeding. Het is niet de eerste keer dat de postbodes actie voeren, maar omdat PostNL niet met de FNV om tafel wil voor een betere reiskostenregeling, waren volgens de werknemers nieuwe acties nodig. Na een grote brand in het voorbereidingscentrum in Nijmegen moesten de Nijmeegse postbodes uitwijken naar Arnhem. Een verhuizing die oorspronkelijk pas voor 2018 gepland stond. Reiskosten komen nu voor rekening van de Nijmeegse werknemers. Tijdens rush hour zijn meerdere wegen in de binnenstad afgesloten. Tussen 6:30 en 9:00 s'avonds zijn de Grote Markt, de Burgtstraat en de Mariënburg dicht. Het peloton gaat ook door de Van Broekhuizenstraat, de Hertogstraat en de Voerweg. Verder is een deel van de Waalkade niet bereikbaar voor verkeer. En het laatste deel van het parcours gaat door de Priemstraat, de Ganzenheuvel en de Stekkenhezelstraat. En daarom zijn ook die straten afgesloten. De bushaltes van Plein 44, het Hertogplein en de Waalkade worden vervangen door bushaltes aan de Nassau-Singel, de Sint-Canisius-Singel en de Meester Frankenstraat. Nijmegen en Beuningen onderzochten sinds november 2014 de mogelijkheid voor de afvoer van zand via een transportband langs de Neerbossenweg en het Maas-Waalkanaal. Uit dat onderzoek blijkt dat deze zandtransportband niet haalbaar is. Zo bleken de technische uitvoerbaarheid, landelijke inpassing en de noodzakelijke milieumaatregelen dusdanig kostbaar dat de zandtransportband geen realistische oplossing is. Ook spelen bedrijfsrisico's voor naastgelegen bedrijven een rol. De gemeente Beuningen onderzoekt momenteel samen met de gemeente Nijmegen hoe transport over de weg dan wel kan worden ingepast. Deze zomer moet daar meer duidelijkheid over komen. Duurzaamheid en een leefbare wereld. Dat zijn de thema's die deze week centraal staan tijdens de Groene Week op de Radboud Universiteit. In de tuin van de Studentenkerk worden deze week verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met duurzaamheid. Studentenverenigingen willen tijdens deze Groene Week vooral benadrukken dat duurzaam leven ook betaalbaar kan zijn. Zo staat er de hele week een bar in de tuin waar taartjes, biologische thee en uiteraard betaalbaar biologisch bier verkocht worden. Verder worden er enkele workshops en lezingen gegeven, is er een pubquiz en wordt er een duurzaam diner verzorgd.